Goedemorgen Hans. Hey, goedemorgen. Ik heb voor het eerst in lange tijd weer eens naar een wedstrijd zitten kijken waarin Ajax redelijk de controle had. Ja, maar ja. Wat zeggen we nou, zes weken geleden zeiden we toch al. Ga gewoon rustig achterin, het dichtbouwen eerst. En dan kun je goed vooruit voetballen. En zo is het. Maar ja, sommige spelers die kunnen de druk niet aan. Zoals Zutalo, je ziet het nu. Je hebt Kaplan is gelukkig terug. Van blessure leed die jongen. En dat is nou een voetballer waarvan je zegt, die bewaart de rust. Wat een verdediger moet hebben bij Ajax. Want er komen elke keer 20 man op je afgesprint. En dan blijf gewoon rustig op de keeper, op Ramai. En de keeper krijgt daar het vertrouwen door. Hato ging beter spelen. Rens ging beter spelen. Gooien ging beter spelen. En elkaar gewoon goed de bal toespelen. En dan kan je op een gegeven moment goed tussen de linie spelen. Wat ik alleen nog vind is dat Brobby dan, vind ik, te eenzaam dan in die punt staan. Vind ik dat Akpon er toch wel naast moet staan eigenlijk. En het is leuk voor Taylor dat hij heeft gescoord. Jongens die kritiek krijgen, op een gegeven moment is dat toch terechte kritiek. Je zag het bij Brobby in het begin van het seizoen. Hij krijgt kritiek en die jongen pakt het ook goed op. En dat doet meneer, hoe heet het, Taylor doet het precies hetzelfde. Ja. Die krijgt hoop kritiek en dan gaat die jongens toch bij onszelf nadenken. Als we op 80% voetballen, we moeten op 120% voetballen. Kijk, hij werkt ook hard, hè? En dat is wel belangrijk, want je ziet het gewoon terugkomen. Je wordt beloond op een gegeven moment. Hard werken wordt beloond. In het dagelijks leven word je beloond met hard werken. En in het voetbal precies hetzelfde. Had jij ook voor het eerst, ondanks die rode kaart nog voor Rens, dat het in de slotminuten geen billenknijpen was? Nou, ik vond dat Utrecht kreeg geen kans tegen ons achterhoede. Nee, daarom. Ze hebben misschien maar één kans gehad. Dat is Lammers in de eerste helft. Ja, en die vrouwloos schoot nog een keertje over. Maar dat nou was ja, het ook al. En dan nog een beetje huilenbalk. Een tweede de Jong van PSV. Emmers zeiken tegen die scheidsrechter. Emmers zeuren. En die rode kaart, nou geloof mij nou maar. Oké, okay, dan is het rood of komt hij fel in. Maar hij raakt hem in principe, raakt hem, schamt hij hem. En ten tweede, daarna, nog geen 5 minuten daarna, een Utrecht speler gaat ook over de bal, stapt ook over de zo op iemand zijn poten. Op wie was dat? Ja, nou, ik wilde inderdaad net hetzelfde zeggen, want je kan hem geven in theorie die rode kaart, maar dan moet je 5 minuten later aan de andere kant ook trekken. En waarom doet hij dat niet dan? Gewoon een lul van de scheidsrechter. Ja. Kan toch niet? Dat is met twee maten nemen. Kijk, en dat heb Ajax heel vaak tegen. Als Ajax gaan we ook uit van het eigen presteren. Dat zag er nu weer enigszins uit. Aston Villa thuis komende donderdag wordt heel andere koek, denk ik. Nou ja, als ze zo blijven voetballen zoals ze doen, het zal een tandje hoger voetballen zijn. Maar ja, hij heeft het achterhoede goed dichtgespijkerd nu. En houdt maar even zo. Ja. Waarom niet? Mensen willen graag dat Ajax wint. En hoe dat gebeurt is vaak nog ineens zo belangrijk. Het is een beetje Frank de Boer-stijl. Ja, dat kunnen we nu wel even gebruiken. Ga je na 5 wedstrijden ga je er wel een ergeren. Maar dan ga je er wel met 2 spitsen spelen, want dan kun je gewoon ruimte creëren voor hem. Het is fijn dat we weer wat positiever zijn, Hans. Nou, het is ook een leuke wedstrijd. Was het niet om te zien, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Het was meer, ik denk dat ik meneer Timman zag met zijn schaken. Maar ze hielden de rust. Ze gingen niet in paniek die bal met 40 meter naar voren rammen. Nee, precies. Dat is al heel wat dit seizoen. En toen gaf Kaplan wel een hele mooie bal op Robbie. Of op Sosa. Ja, die pakte hem en die kon hem nog net met zijn punten van zijn tenen kon hij hem doorschuiven. Maar hoe hij hem aanneemt en op 2 meter weg en met links inschieten. Ja, goed gedaan. Echt goed gedaan. Echt. Ik hoop dat we hem houden, die Robbie. Want het is in de schijnwerpers, hoor, zo'n gozer. Wat ik hoop het met je wat mee. Wat is die sterk, hè? Ja, niet normaal. Die verdedigers worden toch helemaal gek voor zo'n gozer. Want je zei het, de toevoer is minder in dit systeem. En toch maakt hij er weer een en geeft hij een assist. Ja, maar het is ongelooflijk. Zo geïsoleerd staan. Maar als je dan die Akpo naast hem hebt, krijgt hij wat meer ruimte. Want ze zitten vol op hem te douwen in zijn rug. En, het is, en hij accepteert alles goed. Het gaat niet meer als een wilde erin. Echt een goede mentaliteit gekregen. Echt, diep nou van zijn kritiek heb je gewoon positiviteit gemaakt. Dankjewel, Hans. Tot volgende week. Nou, de groet aan Brobby. Heerlijk dat je zo hebt gevoetbald. Wat een wereldgozer is dat geworden. Hè?